Saoedi-Arabië is een schurkenstaat. Hè. En ik denk dat iedereen hier nu al genoeg redenen op tafel gelegd heeft om dat ook te staven. Niet in het minst de oorlog in Jemen, het totaal gebrek aan respect voor zowel het oorlogsrecht als voor mensenrechten. De blokkade tegen Qatar is hier nog niet genoemd. Gewelddadige repressie tegen mensenrechtenactivisten in eigen land. En dus wat Wallonië doet, is schandalig. En die zouden onmiddellijk moeten stoppen met hun vele wapenleveringen. Ik ben het helemaal eens met het feit dat er een Europees wapenembargo moet komen. Maar ik vind ook, meneer de minister-president, dat we als Vlaanderen nu deze consequentie moeten nemen na de zoveelste aanleiding om te zeggen, formeel, we doen een wapenembargo. Niet alleen de facto, maar formeel. Het is veel sterker, ook als politiek signaal naar Europa. En uw positie in Europa om voor zo'n Europees wapenembargo te pleiten zal ook veel sterker zijn. Dus twijfel niet en doe het vandaag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.